De eerste winnaar van de Wildcard Fiction 2023 is... Dat was het moment waarop Luelle Monsanto en groep gisteren tijdens de uitreiking van het Nederlandse Filmfonds te horen kregen dat ze de Filmfonds Wildcard Fiction hebben gewonnen. Monsanto studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en regisseerde de Surinaamse afstudeerfilm Asima. Samen met de groep werd de film opgenomen in Suriname. Samen met Giorgio de la Fuente vertelt Monsanto vanuit Nederland aan onze redactie dat ze begonnen te twijfelen aan zichzelf toen de avond bijna ten einde was. Met het winnen van deze wildcard komt de voldoening dat ze goed bezig zijn. Persoonlijk vind ik dat, ik ben echt personally like 4 keer afgewezen, eigenlijk. En om dan iets te kunnen creëren en een wildcard te winnen, which is, dat is wat je wil winnen als afgestudeerd student eigenlijk. Is dat een soort van confirmatie dat... Dat je eigenlijk aangenomen moest worden op de opleiding. Iemand die 4 keer is afgewezen, nu een afstudeerfilm heeft gedraaid en dan ook nog wildcard winnen. Dus ja. Dus we kunnen het. We kunnen het. Ja, het is eigenlijk echt een confirmation dat we goed bezig zijn. We waren eigenlijk erg heartbroken toen de eerste announcement was van de EY Talent Award. Die hadden we verloren. En dan de rest van de avond luisterden we gewoon naar al die andere prijzen. En wij dachten, oh, we zijn niet goed genoeg. we moeten harder ons best doen. Met deze talentencompetitie steunt het Nederlands Filmfestival de ontwikkeling en carrières van een nieuwe lichting filmmakers. Monsanto legt uit wat de afstudeerfilm Asima precies inhoudt. Ik heb besloten om een 6e aflevering te maken, om een goed vergelijk te maken van hoeveel vooruitgang is er na een 4-jarige opleiding. Dus ik vond het een mooi vergelijk, daarom heb ik dus daarvoor gekozen. En Asima... Again, het is een onderdeel van Sranan Folktales. Sranan Folktales gaat over Surinaamse folklore, bijgeloof, superstition. En natuurlijk daaronder valt ook Surinaamse mythologische wezens. Ik bedoel, in het buitenland, iedereen kent wel vampires, werewolves, zombies, yada yada. Maar in Suriname hebben we ook onze eigen mythologische wezens. Als Asimas, Bakroes, Jorkas, Libas, yada yada. Dus ik heb gekozen voor Asima, omdat Asima een heel bijzondere, ik vind dat een heel bijzonder mythologisch wezen, omdat er in het, niet alleen in Suriname, maar in het heel Caribisch gebied is men bekend daarmee en het heeft exact dezelfde kenmerken. Oude vrouw, trekt er huid uit, verandert in een vuurbal, kan je vangen met rijst, of kan je pakken door rijst te strooien. Weet je wel? En alle kenmerken, het heel Caribisch gebied. Het heeft dan misschien een iets andere naam, want andere Caribische landen is hij bekend als Sucuyan. Maar kenmerken exact hetzelfde. Dus ik dacht, oké, this is the first one we're gonna do. Monsanto zal de film Asima nog inzenden voor andere awards, vandaar dat het nog niet online kan worden bekeken. Het productieteam van Asima won een bedrag van €50.000 voor een volgend filmproject en een op maat gemaakte coaching traject.